Kijk, zie je dit? Dit is het nummer van de dokter die ik had toen ik mijn stem kwijt was. Fran, er is heus niks met mijn stem. Die is prima. Dit heb ik pas 2 dagen. Echt waar, het gaat wel over. Ik weet het zeker echt. Jullie maken je veel te druk. Vio, je hebt ons beloofd dat je naar de dokter zou gaan. Weet je nog? Ja, maar ik kan niet alleen gaan. Maar wij gaan met je mee, hoor. Ja, dat bedoel ik niet. Er moeten volwassenen bij zijn. Maar ik wil niet dat mijn familie het weet. Dat als papa het hoort dat ik naar de dokter moet, dan mag ik vast niet meer werken. Ja, dat is waar. Het moet met een volwassene. Ja. En als je het vraagt aan Roberto, die kan niet gaan. Hm? Zou kunnen. Ik hoop dat het niet zo is, maar als er wel iets ernstigs met je stem is, moet Roberto het aan je vader vertellen. Ja. Je carrière is belangrijk, meisje. Maar je gezondheid is nog veel belangrijker. Ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik ga die dokter bellen. Ja. Hartelijk bedankt. Dag. En? Ik heb een afspraak voor morgen. Wat voor een afspraak? Afspraak voor mij. Ja, voor mij. Want als ik een afspraak moet maken per telefoon, dan word ik altijd heel nerveus. En daarom heeft Violetta voor mij gebeld. Maar ben je ziek dan, Francisca? Camille. Ze heeft iets aan haar voeten. Aan haar voeten? Aan haar voeten. Ze wou niet naar de dokter, maar die geur... Echt vreselijk, niet om uit te halen. Vreselijk. Als hij haar schoen uittrekt, dan valt iedereen flauw. Camille, laat hem maar schuiten. Nee, laat maar. Dat is niet nodig. Goed. Kom je naar beneden? Ik kom. Het eten staat op tafel. Oké. Goed. Iets genantes kon je niet verzinnen, zeker? Ja, scheetjes. Siska. We hebben je gered, hè? Alweer een keer. Ja, maar ik blijf toch liever een beetje uit je buurt, want die lucht is niet te hard. Zijn jullie erg, zeg?